Onderstaligen helpen om het Nederlands onder de knie te krijgen. Het is iets waar iedere Nederlandstalige een steentje kan toe bijdragen. Hoe? Wel, daar gaat Taalhelden over. In de eerste aflevering volgen we Els en Sylvia, twee mama's die elkaar leerden kennen aan de schoolpoort van Blokbos in Weersel. Sylvia heeft Spaanse roots, Els helpt haar met het Nederlands. Ik praat eigenlijk met Sylvia altijd Nederlands, omdat zij dat gevoel heeft dat ze wilt bijleren en daar gewoon voor gaat. Iedere donderdag na het nieuws, Taalhelden.